Heel belangrijk bij een let's play. Drink genoeg. Goedemiddag, daar ben ik weer. Zelfde play 20 drink met een nieuwe aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. De vorige aflevering hebben we... Ja, eigenlijk een paar Hungry Loomers gehad. Dan zijn we dus zeg maar naar Toy Galaxy gegaan. Of ja, hoe dat de galaxy eigenlijk ook heet. Toy Time Galaxy. En Luigi meets Mario. En het grappigste is... Dit is mijn favoriete level. Toy. Oké, Luigi meets Mario. Ik weet niet of dit level aangepast is. Ik denk dat het normaal gesproken is Mario meets Luigi. Dat je dan zeg maar over een Luigi-wereld heen loopt of zo. Zoals je nou ziet, die treinen die rijden nu weer anders. In plaats van dat ze dus zeg maar tot twee treinen zeg maar, heb je nou één trein die zo rijdt. En... Hoi. All system must go, why can't I say so? All system must go, why can't I say so? Ja, ik weet het, ik deed niet in de pauze stem. Hij fout. Ach, ik zit erachter een hartje. Ja, we vliegen er doorheen. Nog een hartje. Ach ja, hoe meer starbits, hoe beter. Oh, en hier moeten we dus weer starchips gaan verzamelen. Daar ben ik niet blij mee. Oh, en daar zit nog eens een zapper ook. Die zappers die zijn voor mij 9 van de 10 keer gewoon bijna onzichtbaar. Oké, nou hebben we deze starchip. Ik ben weg. Stop met mij te zappen. Nou. Oké, nou, waar zit hier de rest? Ik vind het best eng als ik nog maar 1 hitpoint heb, want dan ben ik zo graag. Want dan kan ik zo verslagen worden door die malote hier. Ja. 1 hit is toch wel eng. 1 hit is toch wel super, super eng. Volgens mij zat hier trouwens ook nog een bonus. Ja, kijk, daar heb je een Hungry Luma. Zie je hem zitten? Hier zit een Hungry Luma. Hier, Hungry Luma. Extra ster, niet vergeten. Oh, ik zie een coin. Ik wil die coin. Geef mij... Waarom wil ik die coin eigenlijk? Ik bedoel, ik heb alweer full health. Ah, oké, daar zit dus die Hungry Luma. Maar ja, we moeten hier die... Starbits. We moeten hier dus zeg maar die... ja, star chips eigenlijk hebben. Dus, die Hungry Luma die bewaren we voor strakjes. We weten dat hij er is. Niet vergeten. Oké, dan hebben we hier een springy spring. Ik weet dat het van een YouTuber was, maar ik weet niet meer van welke YouTuber. De Springy Spring. Kennen jullie dat gezegde ergens van Springy Spring? Ik weet dat het van een YouTuber is, maar ik heb het niet meer uit mijn hoofd van wie dat de Springy Spring eigenlijk was. Dus als je hem kent, laat weten in de reactie. Ik heb die video's gekeken, maar ik weet echt niet meer uit mijn hoofd van welke video dat eigenlijk. Oké, dus hier moeten we nou Silver Stars gaan verzamelen. Nou, we zien dus dat er daarin zit. En we hebben hier een paar starbits. Nou, dit is heel erg makkelijk om te doen. Wat je wil doen is je wil zo min mogelijk plateaus raken. De gele plateaus die gaan namelijk omswappen. En de groene plateaus die verdwijnen en komen niet meer terug. Dus je wil dit in één go doen. Dus, oh, kijk, nou maak ik dus bijna een fout. Wat je dus wil doen is je wil zoveel mogelijk gebruik maken van je long jump, zodat je zo min mogelijk blokjes hoeft te raken. We hebben er op dit moment al 3. Draai je camera hier eventjes, kijk eventjes waar dat die 2 zitten. Plan je route terwijl dat je loopt, want je hebt geen tijd om stil te staan. En vanuit hier even een long jump. En de steady verschijnt als het goed is weer terug waar we zijn begonnen. En daarom is het dus zo belangrijk dat je niet alle blokjes daar weg zou halen. Het enige nadeel is dat die cutscene best wel eventjes van je focus af kan brengen. Waardoor dat je dus heel erg makkelijk in de lava kan vallen. Pijnlijk! Maar goed, we hebben de ster. Dat is het belangrijkste. Ik zie jullie bij die Hungry Luma. Nadat we dit natuurlijk allemaal hebben gehad. We hebben weer een ster. Dat is onder nummer 81. 2 muntjes verzameld. Weer een paar starbits. Wees er blij mee. Nee, ik wil niet 7. Ik zie jullie bij die Hungry Luma. Hoi. Hey, joe. 50? Ah, oh, ik wil mijn 3. Oké, ik heb een 50. Ah, ik dacht dat ik hem een 40 nodig had ofzo, omdat dit al zo heel erg dicht in de buurt van het level was. Oké, nou, ik heb er precies 50. Alsjeblieft! Ja. Offer jezelf maar op. Sacrifice! Ik ben benieuwd eigenlijk wat voor... ik denk dat dat een 8-bit Luigi werd dan ofzo. Nee, oh nee, het is een Springy Spring puzzel. Nee, toch zeker. Is dit de Springy Spring puzzle? Of... Oh nee, dit is een...
all gravity-like dinges tot we echt overal alles moeten checken. Deze is best wel vervelend. Wat je hier moet doen is, wat het eigenlijk al zegt, je moet al die vraagtekens natuurlijk activeren in uitroeptekentjes. En nou dacht ik dat inderdaad al die Twomps instant dead waren op het moment dat ze op je zouden vallen. Dus kijk daar natuurlijk wel voor uit. Je hebt hier natuurlijk alle kanten weer. Dus je hebt hier zowel de bovenkant als de onderkant. Zoals we dus hier zien, aan de onderkant zien we dus dat daar een zo switch zit. Dus, volgens mij Starbits extra. Volgens mij was dit eigenlijk best wel een vervelende, niet een van mijn favorieten. Ik bedoel, ik weet dat het is mijn ja, ik kan het niet vaak genoeg zeggen dat dit mijn favoriete level is, want dat is gewoon zo. Maar het is echt niet, oh, jezelf op de zijkant zitten te krengen. Hoi. Ja, jammer hè. Volgens mij dan aan elke kant. Zo heb ik er in mijn drie, want ik zie daar ook. Oh nee, het is driehoek in driehoek. Oké, dit kan vervelend zijn. Ja, eigenlijk raadt hij aan om dus zeg maar niet vanuit hier te gaan springen. Kijk, wat er gebeurt in dat dus! Huh? Hoe? Hoe? Klinkt als een L. Oké, en wat je dus eigenlijk wilt doen is, je wilt dus vanuit deze kant wil je een long jump doen naar die blauwe muur. En zo sta je dus veilig aan deze kant. Fijn dat ik dat soort dingen zomaar kan vertellen. Hier is nog waar. Waarom zit daar een warpipe? Hoe doet deze warpipe hier? Nee! Nee, blijf, blijf, blijf. Gelukkig. Oké, ik heb nou gezien waar dat die laatste drie zitten. Tenminste, ik neem aan dat het de laatste drie zijn. It better be de laatste drie. Kom jij dichterbij. Ga je weer weg. Oké, dit is mijn safe punt. Ja, dan spring jij nog een keer. Whatever, man, whatever. Oké, dan hem zo. En dan moet ik dus voorzichtig wezen, want ik weet nou precies niet waar dat die laatste drie... hier zit er iemand die dus. 1, 2, spring! Andere kant hier misschien dan nog? Nee. Oké, dan gaan we gewoon eventjes gravity swap doen. En dan gaan we gewoon heel even op dit plateauje kijken. En hier zit een Nodri. Oké. Heb ik ze nou? Mooi. En natuurlijk op dat ene plateau waar ik dus net stond, daar verschijnt ster. Was te verwachten. Dus dat is gewoon een kwestie van eventjes een beetje mijn bek trekken. En we hebben dus hier zeg maar de bonusster. Dat duurde iets langer als verwacht, maar dat maakt het niet uit. Want we hebben namelijk nog één ster hier te gaan. Ik snap niet waarom dat men in het ene van de hele tijd zegt dat ik niet helemaal moe is. Ik weet het, ik heb in deze opnamesessie veel faal. Misschien komt het omdat ik nog een beetje moe ben van gisteren. Het is gisteren toch wel een hele drukke en gave dag geweest. Nou ja, gisteren. Dan bedoel ik natuurlijk niet dinsdag mee, maar natuurlijk de zondag. Want dit is nog steeds opgenomen op een maandag. Maar dat maakt niet uit. Nee, ik wil niet zeven. Ik wil gewoon naar die volgende ster. Van... Fast Foe Comet. Nee, toch zeker? Dat is toch niet hetzelfde level, maar dan fast forward met die Twomp Twins? Nee, toch zeker? Zeg me dat het niet zo is. Zeg me dat het niet zo is. Alsjeblieft. Het is zo. Oké, dus blijkbaar hebben we hier een Fast Foe of Toy Time. En dan moeten we dus zeg maar hetzelfde doen wat we net deden. Alleen dan zijn de vijanden veel sneller. Dus het is echt boink, 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 boink. En dan ga je dood. Leuk begin! Weet hoe dit werkt. Ik ga hier staan. Point. Als ik hier toch ben, kan ik net zo goed de Starbits meenemen. Oké, nou. En dan ging ik eerst naar deze toe. Ga weg. Oké, wachten. Ga weg. En dan gaan we hier naar de onderkant toe. En pak hem. Gelijk de Starbits meenemen, net zo makkelijk. Oké, dan wil ik eigenlijk hier verder naar beneden. En dan wil ik weer de camera goed hebben. En dan gaan we gelijk naar het middenpunt toe. Want op zich, ik denk dat het middenpunt dat er maar één eigenlijk is dat best lastig is. En dat is... Wat ik niet is... Hello. Deze hier.
Even kijken. Oh! Nee! Oeh! Oh man, you gotta be snicking me. Hoe ga ik dit doen? Long jump misschien. En... blijf staan. En dan long jump weer gewoon verder doen ofzo. Zoals nu! MC! Kom wel bij dat blok uit of niet? Nee. Oké, dan hebben we hier deze drie. En deze die verplaatst ik natuurlijk nou ook veel sneller! Nou ja, op zijn minst is dit niet instant death. Dus op zich zijn deze dingen niet zo erg. Tenzij dat ik zo blijf falen. Ik blijf dat het geen combinatie... Ik wil niet weten wat daar gebeurde. Goed, ik spring er deze kant op. Gravity swap. Hi. Okay, dan heb ik alleen nog deze drie hier volgens mij. Don't hit me. Don't hit me, don't hit me, don't hit me. Don't. Poef! Oké, daar is de ster. Nou hoef ik alleen maar de ster te pakken en dan heb ik level gehaald. Natuurlijk faal ik dan keihard uit. Hoezo werd ik geraakt? Hoezo sta je nu nou niks stil? Hoezo vraag ik nou over alles? Hoezo weet ik niet wat er gaande is? Hoezo kan ik deze sprong in één keer halen zonder te falen? Hoezo heb ik de ster? Hoezo heb ik de ster? Hoezo? Hoezo dan wel een half wit gesneden? Dat nergens op slaat, maar dat maakt niet uit. Dus, met die extra ster kunnen we eindelijk dus zeg maar zeggen... want tot nou naar het laatste level toe kunnen gaan van Toy Dream Galaxy. Of Toy... Flag. Waarom kan ik die naam niet onthouden? Toy Time Galaxy. Dank je. De sterren, save the game. Nee. Oké, Toy Time Galaxy. Yay, laten we daar maar naartoe gaan. Er zijn toch weer 15 sterren extra die we in deze dome hebben gehaald tot nu toe dan. Niet slecht. Ja, eigenlijk 16 met die Hungry Luma meegerekend. Bouncing Down Cake Lane. Iets zeg maar dat het weer met de spring, die spring update ding is. Dat we weer moeten springen met dat stomme ding. Yep. Oké, nou laten we maar gaan kijken, want het ziet er weer heel erg kleurrijk uit. En dat vind ik eigenlijk het leukste van Mario Games, dat het gewoon lekker zo kleurrijk is. Net zoals bij Pikmin heb je ook van die levels zeg maar, die zo gemaakt zijn. En ik moet zeggen, ik vind het echt heel geweldig. Ik ben ook zelf van plan om een keer een let's play te gaan maken van Pikmin. Voor de mensen die Pikmin niet kennen, Pikmin is echt een heel erg leuk spel. Oh mijn god, we gaan echt overal doorheen. Dat is gaaf. Oké, als ik me niet vergis... als Springity Spring Luigi heb je ook wall jumps. Alleen deze wall jumps die werken iets anders. Je springt naar boven toe en je springt gewoon tegen de muur en je wordt automatisch omhoog gelanceerd. Leuk. Oké, heel veel. Nee. Ik haat jou. Spring Luigi. Geef mij maar een bijenpakje dan of het boepakje. Dat zijn er voor power-ups. Power-ups die zijn ervoor gemaakt om je te helpen. Niet om je te vervelen. Oké, en go. Nou moet ik op A blijven drukken, want anders word ik dus teruggelanceerd en dat wil ik niet. Moet je wel even bekijken met dat vraagtekenblokje. Nee. Ik wil wel die gouden munt. Gouden munt is hier een boeiender. Oh, en hoe? Ik moet daar gewoon naar beneden springen? Oké. Luigi. Oh nee, het is de cake en de cake is een lie. Dat weten we allemaal. De cake is een leugen. Peach heeft bijna nog nooit een cake gebakken voor ons. Kunnen we hier omhoog heen springen? Nee, het zal gaaf zijn. Oké, dus we hebben hier dus eigenlijk gewoon een obstakel dat dus tegen de klok indraait. En dan moeten we gewoon dus zeg maar zo omheen gaan. En daar zit de spring, die spring, spring. Oh, die is gemeen. Logica's met die vorken, dat werkt volgens mij niet zo echt helemaal, jongens. Volgens mij hebben jullie daar een denkfout gemaakt. Oké, ik heb het gehad. Oh, hij zit helemaal hoog daar. Oké, ik ben er. Oh, wat een obstakel zeg. Oké, we krijgen andere muziek. Al moet ik zeggen dat ik die ene muziek leuker vind. IJsjes. Oh, vandaar dat het sneeuwt omdat het hier natuurlijk heel erg koud is.
Lollipops. Ik moet zeggen, dit is geen speelgoed, dit is snoepland. Snoep. Dit is echt letterlijk een figuurlijk snoepland. Ja. Je hebt Shockwave en jou negeer ik gewoon. Shockwave. Weet je wat, ik heb helemaal geen zin om daarop te wachten. Huppakee, ik spring er gewoon naartoe. Probeer me maar eens tegen te houden, dat lukt je lekker toch niet. IJsvis, ik is helemaal vergeten dat slippery was. Ja, dit kan nogal eigenlijk heel erg gemeen zijn wat ze hier hebben gedaan. Je wil hier absoluut niet spinnen en je wil dus zeg maar hier echt een combo gaan maken over deze beesten heen. Want spin je hier toevallig, dan glij je gelijk van de grond hier af en dat wil je niet. Oh. Daarom wil je hier absoluut niet spinnen. Shockwave. It's not very effective, want je raakt hem niet. Haha. Oh, zit hier een secret? Ik bedoel, ik weet dat het hier gevaarlijk is om te spinnen, maar... Er zit hier een secret! Nee, ik wil niet bevroren zijn vandaag. Hou op. Stout. Oké, nou, we hebben dus hier een secret. Mushroomen doordat we meer hitpoints hebben. Dat is altijd wel gunstig. Oké, je kunt dus overal hier naar die dingen toe schieten. En dan heb je een heleboel Starbit. Dank je. Ik wil die Starbit wel hebben. Ik bedoel, ik weet niet meer precies hoeveel dat die laatste nodig heeft. Dus vandaag wel handig om heel eventjes al die Starbits mee te nemen. Oké, nou krijgen we dus een baas met de power-up. Wat is helemaal nergens op slaat. Want serieus, waarom zou je een baas moeten hebben met die power-up? Maar wat we moeten doen is, we moeten dus op lepeltjes springen. We hebben hier een Mega Bowser. En we hebben dus een autootje, een busje, een autootje en een busje en een vrachtwagen. Ik weet ook niet waarom dat die voor me erop zitten, maar ze zitten er gewoon op. Dus deal with it. Oké, dan gaan we. Op een gigantische cake. En hier kunnen we dus nog een keer extra Starbits halen. Maar je kijkt hoeveel Starbits dat we wel niet hebben, jongens. We zitten hier gewoon al op 171 Starbits. Vergeet niet, per leven, of per 50 krijg je dus een leven, hè? Dat moet je niet vergeten. Volgens mij moet ik die kaarsjes uitblazen allemaal. Want dan mogen we een wens doen. En dan wensen wij gewoon om een stack. Toch? Blow out the candles, Presby to me. Sorry, die grap moest eventjes, sorry. Ik weet, ik heb het in mijn Q&A gezegd, mijn favoriete let's play, dat is Markiplier. En die heeft af en toe wel eens van die opmerkingen. Je lacht je eigen gewoon helemaal zo. Wie moet werk mee? Ik wil echt proberen om op de 200 Starbits hier te komen. Volgens mij heb jij van je broer geleerd. Dat waterbubbels niet werken en dat je dus echt keihard moet werken met... Met elektriciteitsbubbels ofzo inderdaad. Dat is nogal schokkend. Zoals we dus zien. Oké, waar zit die power-up hier? Waar heb jij je power-up verstopt? Ah, daar is je power-up. Ah, en die schieten nog eens een keer vlammenwerpers. Je hebt echt geleerd van je broer. Weten jullie nog dat ik had gezegd... Dat is niet netjes, hè? Weet je nog dat ik had gezegd dat die andere gast, zeg maar, met zijn waterbubbels... ...niet echt dreigend was, aangezien dat water niet schokkend is of wat dan ook? En nou word ik gewoon gepoond omdat we hier dus zo'n wijskei hebben. Die denkt bij zijn eigen van, ja, eigenlijk heeft hij daar wel gelijk in. Ik ga elektrische ballen schieten. En dan ga ik ook nog eens een keer hoog staan, zodat hij me niet kan raken. Als alleen maar met een hele irritante power-up. Maar niemand eigenlijk weet hoe dat je die fatsoenlijk kan gebruiken. En deze ballen, die schiet ik ook nog eens een keer goed. Want als hij dan geraakt wordt, dan hebben we dus het probleem. Dat hij dan zegt, ja, dan heb ik het geluk dat ik dus geen zorgen hoef te maken. Want dan is hij die power-up kwijt. Ha, ha, ha. En oh, nee. Oké. Maar ja, ik ben pro. Nee! Dat beest, dat lag me nou echt vierkant uit, dat weet ik zeker. Ik zou van bedankt voor de tip. Hier dan. Krijg hoofdpijn van mij. Oké, we hebben ze bijna. Nog drie. Oké, spring. Nog twee. En... Durr. Nou is hij boos. Oh, nou gaat hij ook nog eens een keer zijn plateau laten schokken. En we hebben 200 Starbits. Dit level is geweldig. Nee. Hij gaat schokken. Ah! Son of a bitch! Nee. Spring daar gewoon bijna naar beneden, echt.
Ik moet mijn mond houden over het aan. Ik moet bazen niet zulke goede ideeën geven. Je ziet wat er gebeurt. Je wordt geboond. Letterlijk en figuurlijk. Je wordt geboond. Oké, daar ging we naartoe. Ik haat deze baas. En dan zul je dadelijk zien tot er nog eens een Daredevil comment hier ook nog eens een keer komt. Ik zie het gewoon gebeuren. Schei uit, man! Mag ik dit plateau nog verlaten? Dang. Oké, dan gaat die Sparky sticker doen. En nou wil ik springen. Nee! Oké, nou, ik heb een nieuw goal. Ik heb die mushroom gewoon nodig. Ik heb die mushroom nodig. Oké, spring. Kijk uit voor die shockbubbles. Hij weet dat ik daar van plan ben. Hij gaat me neerhalen. Oh, nee! Oké, ik heb hem weer twee keer geraakt. Oh, hij gaat schokken. Nee, niet doen. Oké, blijf hier stuiteren. Stuit. Oh mijn god! Ah, net op tijd. Oh, gelukkig. Oké, mijn advies. Geef nooit een slechterik advies over hoe dat jij dingen aan zou pakken. Natuurlijk denk jij veel slimmer als een slechterik. En heb je dus ook veel betere ideeën. En als je dat vertelt aan zo'n anime... Dan heb je dus het probleem. Dan heb je dus het probleem dat zo slecht ik jouw idee gaat chatten. En dan maar met de eervol gaat schrijven. En jou gewoon een hele moeilijke tijd gaat bezorgen. Dus. Neem van mij aan. Niet doen. Nou, met dat hebben wij dus alle galaxies tot nu toe dus gehaald. En is er alleen nog maar Bowser's Galaxy. Dus. Ik denk dat ik die inderdaad voor de volgende aflevering ga bewaren. Want ja, we zitten nu toch al ergens op de 23 minuten, denk ik weer. Dus, ja, in de volgende aflevering gaan we dan maar naar die Bowser Galaxy. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie natuurlijk weer te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi Galaxy. Heb je een leukste momentje? Laat het weten natuurlijk in de reacties. Als je een leukste momentje hebt en als je daar de tijd voor hebt. En laat een like achter als je er ook de tijd voor hebt. Ik dank jullie voor het kijken. Dit was Zelda Play 20 en ik hoop jullie morgen te zien in de volgende aflevering van Let's Play Luigi's Galaxy. Tot dan jongens. Doei!